Oh, dan gaat er een rood puntje opgroeien. Gaan we eigenlijk heropenen. Dat gaan we hier doen in Loosduin. De pure hulpcentrale 2.0 hebben we dat genoemd. Ik ben heel blij dat u daar vanmiddag voor gekomen bent. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog een verrassing. Een verrassing voor een aantal vrijwilligers, een aantal geweldige dames. Dus er vallen een aantal mensen vallen hier af. Zoveel kan ik nog afdoen. Die hebben laten zien de afgelopen jaren hoeveel zij betekend hebben voor de wijk, voor een ander in het kader van Buren Rond. En ik doe dan natuurlijk ook de dames Kennis,
Oké. Okay. Ja, ik heb nog niet eerder ontmoet. Dat ken ik niet. Dus vandaar dat het heel anders is dan op zich. Mevrouw van de Biggelaar. En mevrouw Schuilenburg-Kersten. Kijk eens, goedemiddag. Ik richt het tot u persoonlijk, dames. Want ik geloof niet dat dit voor u als een volslagen verrassing komt. Want ik heb begrepen dat u wist dat er iets stond te gebeuren. Ja? Mijn hartje klopt al weken. Mijn hartje klopt al weken. Ik hoop dat het dan doorgaat hiernaam. Dan weet ik niet zeker of ik door durf te gaan. Tot 1 januari vormde u het bestuur van de organisatie Burenhulp. Waarbij Kijkduin en ook Meer en Bos uw werkgebied vormden. En samen met een groep andere vrijwilligers stak u, met name dan ook tot de doelgroep, hè, de oudere medewoners van de wijk, een helpende hand toe op momenten dat daar gewoon heel erg veel behoefte aan is. Of het dan ging om het doen van boodschappen, het richten van een klusje, of gewoon het even gezellig met elkaar praten en een aantal zaken doornemen. Het maakte niet uit. Bezoek aan een ziekenhuis, dat is natuurlijk ook vaak wat er gebeurt. U stond altijd binnen de Burenhulp voor deze medewoners klaar. En het is natuurlijk ook een hele kwetsbare doelgroep. Vaak een doelgroep die ook geen familieleden meer heeft. Of ook geen directe buren op die ze een hulp kunnen doen. U heeft heel veel mooi en nuttig werk gezet. Dat kan ik hier vanmiddag wel onder de aandacht brengen. En ik heb dat ook later verteld uiteraard door de mensen die u heel goed kennen. Bewoners die zich eenzaam of verdrietig voelden, die konden op een verzoek van u rekenen. Zodat ze een verhaal konden doen, maar ook praktisch ondersteund kunnen worden. En u, maar ook de andere medewerkers van de burenhulpcentrale, die doen dit belangrijke werk. En ik heb begrepen dat er bijvoorbeeld ook eten voor ze is gemaakt. En ik zei het al, de hulp die u bood, die kon heel veel bevatten, heel veel verschillende soorten werkzaamheden. En u was er voor de buren, maar we waren niet letterlijk voor de buren, maar u stond er wel voor klaar. Gaat hij nou weer in de echo? Ja. Nou goed, het hoort allemaal bij. U heeft heel erg veel betekend eigenlijk voor die mensen bij u in de wijk. Voor de buren tussen aanhalingstekens, voor wie u heel veel gedaan heeft. En met elkaar heeft u een heel groot sociaal netwerk voor de medemensen opgebouwd. En dat heeft u alle drie de afgelopen jaren heel erg duidelijk laten zien. Mevrouw Kennis, ik begin met u. Ik ben mevrouw Schandenburg. Nee, ik ken je al lang. Nee, dat ben ik niet vergeten. Best graag verstand om dit laatste. Maar mevrouw Kennis die keek niet naar mij, dus ik zat ook contact. Ja. Mevrouw Kennis meldde zich in 1996 aan als vrijwilliger en dan enkele jaren later de rol van penningmeester op zich. En u heeft zelf een hele lange tijd in de zorg gewerkt. En u wist en u weet ook dat de manier waarop hulp kan worden geboden, hoe dat moet. En u doet dat ook, heb ik mij laten vertellen, altijd op een hele natuurlijke en hele begripvolle manier. En die achtergrond in de zorg heeft ook mevrouw van de Biggelaar. Wat zou ik zeggen? Uw werktijden waren ook niet van 8 tot 5. U stond echt voor de mensen klaar. En ook als vrijwilliger ging u heel erg aan de slag. En voor zover mij bekend was u al eerder actief bij de Zonnebloem. Al in 1974. Toen was ik er nog niet, dus dat is al een tijdje geleden. Bij Burenhulp in Kijkduin en ook in Meer en Bos. En vanaf 1992 maakte u ook nog eens een keer onderdeel uit van het bestuur. En mevrouw Schuilenburg, ja, ik keek net al langs u heen, dus kijk ik u recht aan. Als ik het goed inschat, was het voor u een soort van zelfsprekendheid om vrijwilligerswerk te doen. Klopt het dat ik goed geïnformeerd ben dat u in 1953 al vrijwilligerswerk deed bij de basisschoolzorg in Zeeland? Mijn motto is, als je hebt en niet geeft, is het zo erg als stelen. Kijk eens. Ja, dat mag. Je staat ook dat u na uw huwelijk bent verhuisd naar het buitenland en ook daar heeft u een instelling eigenlijk in praktijk gebracht. En toen u zich eenmaal in Den Haag vestigde, duurde het nog geen 3 maanden voordat u zich ook weer hier aanmeldde bij de Burenhulp in Loosduin. Zij heeft nu eenmaal, dat is een citaat, ja, wacht u nog even, dat is heel wat over te zeggen. Anderen zien
zien dat namelijk ook anders hoor. Zij heeft nu eenmaal wat problemen met stilzitten. Vertelde iemand van de organisatie voor het vrijwilligerswerk Hof, met wie u geregeld contact heeft. Hij deed dat, degene vanzelfsprekend met een knipoog, om aan te geven hoe actief u altijd bent. En dat geldt ook voor uw twee collega-bestuursleden. Dames, voor de burenhulp, zoals u die heeft gekend, komt iets anders in de plaats. Maar daarvoor zijn we eigenlijk vanmiddag hier, u ziet het al met de ballonnen en de vlaggen, de burenhulpcentrale. Op een hele moderne manier, in een modern jasje, met een telefooncentrale, een website, een hele innovatieve manier om mensen en vragen aan met elkaar in contact worden gebracht. Zelf besloot u om per 1 januari jongsleden te stoppen. Onder meer uw leeftijd speelde daarbij ook bij die afweging ook een rol. En dat vind ik ook heel terecht, want u heeft jarenlang veel en intensief vrijwilligerswerk ook geleden. En misschien moet u wel een beetje wennen aan het hulpeloze tijdperk wat u ook gaat intreden. Maar ik weet zeker dat bij iedereen die met u te maken heeft gehad, het gevoel van dankbaarheid en het gevoel van waardering blijft bestaan. Ik heb een kat en daar ga ik veel mee. Daar kan ik mee. Dus die krijgt de nodige ondersteuning. Ik wil u heel erg danken voor uw werkzaamheden als... Ja, wat u jarenlang gedaan hebt. En dat doe ik hier niet zomaar als wethouder, ik doe het breder. Ik doe het namens het college van burgemeester en wethouders in Den Haag. Wil ik u danken voor deze jarenlange inzet voor de stad Den Haag en voor onze medebewoners. En dat laat ik niet alleen bij deze woorden. Ik kan ook vertellen dat het mij een heel groot genoegen is dat ik u kan vertellen dat het college van BMW heeft besloten om op grond van al deze verdiensten aan u, nou komt ie, Margaretha Victoire Kennis, Johanna Maria Luisa van de Pichelaar en Elisabeth Martina Schuilenburg-Kersten de stadsport toe te kennen. Die ga ik nu opspelden. En als u vriendelijk zou willen zijn naar voren te komen, dan zorgt de zaal voor een applaus. Ja, alles mag gevuld worden. Ik moet even de volgorde van het zetten. Gaat u zo staan? Ja, ik ben er niet van.
precies is, dat is een onderscheiding die bewoners van Den Haag kunnen krijgen als ze langjarig vrijwilligerswerk hebben gedaan. Nou, dat heb ik net gemotiveerd waarom deze dames daarvoor in aanmerking zijn gekomen. Het goede werk wat ze verricht hebben. De stadspel, u gaat ze straks ongetwijfeld feliciteren, maar gaat u de spel ook bewonderen. Voor degenen die niet weten wat de symboliek van het spel inhoudt. Het zijn de Haagse kleuren, het groen van de duinen, het geel van het strand en het blauwe water van onze Haag-Scheveningse kust. En in het midden natuurlijk de parel. Dat zei een van de dames al, die adverteerde de andere erop. De parel, dat is natuurlijk het symbool van de vrijwilliger die in Den Haag het nuttige werk doet. En ik vond nog één ding leuk om te zeggen, want mevrouw van Bichelaar, wij hebben elkaar eerder ontmoet in Duinhagen. En toen zei ze tegen mij van, meneer Klein, ik heb, onlangs heb ik een andere auto gekocht. Want ja, ik ben zo druk met de maaltijden rond te brengen van de ouderen die hier in de buurt wonen. Ik doe dat als vrijwilliger. U kent dat wel. We doen graag iets voor een ander. En in mijn geval doe ik dat graag, hè, voor de oudjes, de maaltijden rondbrengen. En toen vroeg ik mevrouw van der Wichelaar, hoe oud bent u zelf? Volgens mij was het 2 jaar geleden, volgens mij zei je toen 84. En dat vond ik zo'n ontzettend mooie. Dat vond ik zo'n ontzettend mooie anekdote. Voor de oudjes graag iets willen doen. Ik heb dit verhaal, mevrouw van der Wichelaar, heb ik nog op diverse plekken dankbaar als voorbeeld gebruikt. Hoe een vrijwilliger in elkaar steekt. Dus dank dat u mij daar even aan herinnerd hebt. Ik heb u niet direct herkend, maar dit verhaal is bij mij blijven hangen. Ik heb het nog heel vaak gebruikt. Dank u wel. Ik heb met de nieuwe oudere nota, maar heeft ook met vrijwilligers te maken, hebben we gezegd, we willen gewoon buren hulpcentrales in heel Den Haag, in alle stadsdelen. En dat hebben we gepland over 2013 en 2014. Ik heb net tegen de ambtenaren gezegd, afgelopen week, ik wil het heel graag hebben dat we in 2012 uitrollen over de hele stad. Daar zijn we keihard mee bezig te kijken of we dat ook gewoon financieel voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik vind het belangrijk, als we nu zeg maar dit vliegwiel in beweging gaan stellen, dan is het ook belangrijk dat iedereen weet, ook het perspectief heeft op korte termijn, dat het op dit jaar nog in zijn of haar stadsdeel gaat gebeuren. Dus dat gaan we proberen. Dus heel ambitieus, voor de hele stad de burenhulpcentrale in gang zetten. En ik geloof echt in dit concept als een soort, ja, een nieuwe grond van...